Wat is het irritantste dat je al hebt meegemaakt? Irritantste? Een lap gekregen van mijn moeder. Deze man. Vandaag zitten we in de Antwerpen Meer en vandaag gaan wij andere vragen stellen dan normaal. Hallo. Hallo. Geniet van deze video. Let's freaking go. Alles goed? Ja. Waar irriteert jij het ergste aan? Mijn broer. Uw broer? Ja. En dat is hij? Nee. Mijn broer zit thuis. Ja. Oké. Dank u. Waar irriteert jij het ergste aan? Aan domme vragen. Wat is het irritantste dat je hebt meegemaakt? Ik heb 1 keer hem geslaan. Ik heb een kruidvat hele snoep gestolen. Drank, we hebben nu gestolen. Wat? Hebben jullie gestolen? Ja. Dat betaalt hij niet. En hoe stelen jullie dan? Gewoon pakken en zeggen f*** you tegen die meneer en weglopen. Oké. Okay. Oh, het is dit. Is dit kanaal. Dit is kanaal, ja? Shoot out de... Zeg maar. Doe even die shoot-out. En waar ga je die shoot-out doen? Op TikTok. What? Op TikTok. Gewoon Nico. Naar Insta, volg me, please. Please! Hallo. Alles goed? Jot. Ja? Ja. Wat is het irritantste dat je ooit al hebt meegemaakt? Leerkrachten. Ja. Wat zou jij tegen die bepaalde leerkracht willen zeggen? Het kan altijd beter. Waarom? Omdat het gewoon beter kan, bij mij op school toch. Wat zou jij doen, moest je 18-jarige dochter zwanger thuiskomen? Ja, dat vind ik wel nog oké. 18 is nog ça va. Dat is nog ça va. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En 17? Ça va. 16? Nee. 16 gaat erop. Nee, ja. Wat zou je dan doen? Ja, dat is haar keuze. Dus? Zij mag kiezen wat ze ermee doet. Dus? Haar probleem. Dus? Ja. Alles goed? Goed mee. Goed. Ja. Wat zou jij doen moest je dochter zwanger thuiskomen op haar 18-jarige leeftijd? Ik weet niet. Niks eigenlijk. Gewoon niks? Nee. Gewoon zo? Oké. Okay. Ja. Allee, erover praten sowieso. Wat zou je reactie zijn? Ik zou boos zijn. Zeggen, oh. Ja. Ja. Heel boos? Oh, normaal. Ja, gebeurt. Je kunt die baby moeilijk uithalen. Oké, dan de laatste vraag. Wat is het irritantste dat je ooit al hebt meegemaakt? Slijmballen in mijn klas. Oeh, wat wil jij tegen die slijmballen zeggen? Gewoon jullie bekjes houden. Niet doen als de leerkrachten van jullie houden. En, Want dat is niet zo. Ja, dat is niet zo. Oké. Okay. Ah, is geen camera. Ah, zie. Fuck off, Kevin, man. Kevin, yeah? Ja? Emmanuel. Emmanuel. Kijk, man. Alles goed? Ja, met jou. Goed. Zie. Kijk, wat zou jij doen? Uw 14-jarige dochter komt zwanger thuis. Wat zou jij doen? Het is mijn dochter niet meer, broer. Het is mijn dochter niet meer, man. Maar, dan ken ik haar niet meer. Wat zou je reactie zijn? Zo eerder, zo van... Of... Broer, boos man. Ik zou er niet mee kunnen leven, man. Ik zou echt boos zijn, man. Echt heel boos. Ik zou haar wegsturen van huis, man. Ja, ik heb geen idee, man. Ik heb echt geen idee. Ik kom zo niet aan dat jij niks doet. Ik denk, ik ga die wel klappen. Ja. Maar toon is die klap die jij gaat. Nee. Maar als eerst sowieso vegen, pa. Maar wat is het irritantste dat jij ooit al hebt meegemaakt? Het irritantste dat je echt van denkt van, oei, ik was echt mad op dat moment. Leerkrachten die stoer doen en zo. Ik kan daar niet tegen. Nee. Maar wat jij zeggen even tegen de leerkracht? Gewoon even tranquil zijn. Snap je? Je moet me niet boos maken, toch? Anders komt ie. Wat is het irritantste dat jij al hebt meegemaakt? Deze klas. Een meisje zei dat iemand anders van de klas die had dat, maar dat is niet waar. Oh, dat was. Hij was een coach daarvoor. Ja. Oké. Waarom is dit de coolste school? Het is geen coole school. Nee, ik haat geen school. Nee. We raden het niet. Ja, kidschool. Wat zou jij doen moest uw 14-jarige dochter zwanger thuiskomen? Ja, abortus. Abortus als dat oké is voor haar, zeker? I don't know. Mag niet meer. Nee, maar
Wat zou je reactie zijn? Ik zou echt boos zijn. Maar echt waar? Waarom? Ja jong, waarom? Ja. En... Nee. Jawel. Een kind. Je moet die maar een kind niet, maar de jongen. Maar begin gewoon niet aan kinderen, man. Ja, nee. Dan krijg je mee. Ja. Maar ik zou het doen. Ja. Wat is het irritantste dat jij dat hebt meegemaakt? U ontmoeten. De joke is de joke. Wie is er de graafste gast? Ja. Jij? Oké. Kijk. Luister, wat zou jij doen als uw kleine dochter 16 jaar, 17 jaar zwanger thuis komt en jij zijn vader? Wat zou jij doen? Een lap geven, man. Wat? Ja, wat moet je dan doen? Maar ik zeg zo... Oké. Wat is het irritantste dat je al hebt meegemaakt? Irritantste? Een lap gekregen van mijn moeder. Deze man... Een lap gekregen van uw moeder? Nee, niet lappen. 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 Oké. Oké, dit was dus het einde van de video. Op deze zaterdag is er nog altijd een gewoon normale video waar ik 5 vragen stel. Wilt je dat ik naar uw school kom? Wilt je dat ik langskom? Zet even in de reacties uw school. Volg me even op Instagram, show een beetje love. En dan zie ik jullie volgende week terug. Let's begin, go! De hoofdstad van China is... Shaiheng. Shaiheng of zo. Shaiheng. Shaiheng?